Renault Antwerpen. De auto's van de stad. De kandidaten van Mister Gay World stellen zich voor met een vette knipoog naar hun eigen land. Elk jaar is de verkiezing in een andere wereldstad, deze keer dus in Antwerpen. 25 kandidaten zijn er, maar het hadden er nog veel meer moeten zijn. Er zijn heel veel mensen die hebben moeten afhaken. Er zijn mensen die geen visum gekregen hebben. Bijvoorbeeld Pakistan was heel erg ontgoocheld, maar die kreeg geen visum. Oekraïne wou absoluut komen, maar die vreesde voor zijn werk en zijn veiligheid als hij terug zou gaan naar zijn land. En zo zijn er toch een heel veel landen die dat... We denken dat het allemaal wel een beetje oké is, maar uiteindelijk als puntje bij paaltje komt het heel moeilijk is voor hen om hier toch aanwezig te kunnen zijn. Bij de verkiezing de typische ingrediënten, badmodeshowen en dansen. Maar het blijkt toch veel meer dan dat alleen. Ik denk dat je niet een mooie body moet hebben of een mooi gezicht om echt te kunnen winnen. Want de inhoud, ik denk dat daar echt wel goed naar kijkt. Er moet echt wel iemand zijn die er kan staan voor de hobbygemeenschap. Uiteindelijk is het dus Christopher Olwich uit Nieuw-Zeeland die wint. Hij krijgt diamanten ter waarde van €3000.